Gefeliciteerd, je debuut. Hoe was het? Ja, het was heel mooi om mijn debuut nu te maken. Het is allemaal heel snel gegaan en dat was mijn eerste wedstrijd erbij. Meteen mijn debuut gemaakt en gelukkig met een overwinning. Ja, vertel, je zegt ik ben er pas net bij. Hoe is het allemaal precies gegaan? Maandag waren de clubs eruit dat ik in de winter zou komen. En toen was ik woensdag hier om te tekenen en donderdag was mijn eerste training. Ja, ik ben goed opgevangen door de spelers. En ik heb goede trainingsdagen gehad, dus is leuk om hier te zijn. Ja, goede eerste indruk dus. Ja, dat zeker. Ja, dat vooral. Nu ben je weg bij FC Groningen en dat is toch eigenlijk nog wel een beetje op een vervelende manier gegaan. Hoe kijk je daar nu zelf op terug? Ja, het is op een vervelende manier. Het valt wel mee. Ik heb gewoon goed afscheid genomen. Want Groningen is natuurlijk wel mijn thuis ook. Ik heb daar altijd gespeeld, dus ik kijk er wel gewoon goed op terug. Dat ja, wel. Maar even voor de goede orde. Groningen wilde jou eigenlijk behouden, hebben een contract aangeboden. Daartegen heb jij nee gezegd. En toen zei Flederis van, het lijkt een beetje alsof hij na een relatie van een jaar of 7 denkt, toch nog eens even bij een ander meisje kijken. Ja, dat zegt hij. Ik denk dat het niet helemaal zo is. Ik ben altijd eerlijk geweest in die gesprekken. En ik heb gewoon nee gezegd voor 1 januari. En het was niet dat ik eerst bij andere clubs wou kijken. Nee. Maar het bevalt hier natuurlijk wel. Dus het is wel een leuk meisje, dat FC Utrecht. Ja, heel leuk meisje. Ja, dat wel. Leuk team. Goed voetballend team. Ik denk dat ik vandaag ook wel redelijk inviel. Ja, redelijk ingevallen. Je zegt het. Maar wat is nu het doel voor jou hier zo de tweede seizoenshelft? Natuurlijk zoveel mogelijk minuten voor het eerst van Utrecht maken. Maar als ik dan wat minder minuten maak, dat ik ook nog in Jong kan voetballen. En mezelf gewoon vooral voetballend ontwikkelen. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja, dat zou je niet erg vinden als je nu het tweede seizoen zelf voor een groot deel in Jong Utrecht komt te staan? Nou ja, erg. Het liefst voetbal ik bij het eerste natuurlijk. Maar er is veel concurrentie. Ik laat gewoon zien wat ik kan en pak mijn kansen wanneer dat moet. Maar als ik in Jong moet voetballen, laat ik mezelf gewoon zien. En wil ik gewoon goed ontwikkelen. Ja. Nou, dan val je in en dan win je die wedstrijd uiteindelijk. En dan na de wedstrijd moet je nog een beetje sprintjes gaan trekken. Dan denk ik van, de jongen is net gedebuteerd. Ja, dat hoort erbij. Je moet conditioneel natuurlijk wel goed blijven. Dus die sprintjes horen helaas bij. Dat is niet mijn ding, maar hoort erbij. Dankjewel. Alsjeblieft.